Als het op Tinder niet lukt, dan maar een poging wagen tijdens de Giro, dacht de Belgisch kampioen tijdrijden Victor Campenaerts gisteren. Toen hij zijn shirt open ritste in de tijdrit, stond er in koeienvaletten op zijn torso te lezen: Carlien, daten? Vraagteken. Dat is wel grappig, want onze VRT-collega Renaat Schotten vroeg hem nadien om een woordje uitleg. De hamvraag die de Giro al de hele namiddag bezighoudt. Wie is Carlien? Ze zal zelf wel weten wie dat ik bedoel, zeker. Het is niet zo'n veel voorkomende naam, hè. Heb je al antwoord gehad onderweg? Misschien een berichtje via de ploegauto? Nee, dat niet. Je bent toch vrijgezel? Mag ik aannemen? Ja, dat hoop ik wel, ja. Wanneer denk je antwoord te krijgen op die levensbelangrijke vraag die op je borst staat? Zo snel mogelijk, hè. Goedemorgen, Carlien. Goedemorgen. En je hebt... ja gezegd! Ja. Oh, en heeft het lang geduurd? Heeft hij lang op een antwoord moeten wachten? Nee, ik heb hem, heeft mij gisteren nog gebeld zelf. Dus, maar hij had mij eigenlijk al gevraagd en ik had gewoon nog niet geantwoord. Dus hij was een beetje ongeduldig. Hij had jou alles gevraagd, gewoon mondeling. Je had niks laten weten en hij dacht, ik moet de grote middelen inzetten. Ik ga het gewoon op mijn bast even met stift schrijven. Ja, even origineel uit te komen. Zeg maar, en wie heeft hij dan geïnformeerd? Hoe wist je dan dat hij dat had gedaan? Ja, ik zat gisteren in een meeting en ik kwam buiten en ik wist van niks en ik had superveel gemiste oproepen en berichtjes en ineens belt er mij iemand en dat was een journalist van ik weet niet meer welke krant. Ja. En die vertelt mij heel het verhaal, dus dat was wel grappig, omdat ik heb echt nog niks gezien. En ik heb het dan nadien gezien en dat was wel grappig. Zeg, mag ik eens iets vragen? Vind je hem niet een beetje een uitslover? Ja, ik weet het niet, man. Hij verdient wel een prijs voor originaliteit. Ja, maar want hij is jouw zwemmeester geweest of zoiets. Heeft hij een zwemles gegeven? Ja, ik heb een paar jaar geleden triathlon gedaan. En dan was ik in een zwemclub voor het zwemmenstuk. En Victor gaf daar les. En wat dacht je toen? Wat dacht je toen al van hem? Dat was wel een sympathieke. Oh nee, het is een lieve zeker. Dat is nooit een goed teken, hè. Het is een lieve. Vooral een goede leraar. Oh, man. Ik heb wel veel geleerd. Ja. Ja. Maar ja, wow. Wat is jullie leeftijdsverschil eigenlijk? 5 jaar of zo. Jij bent jonger. Nee, ouder, hè? Ouder? Ouder, ja. Ah ja, want ik dacht zoals Macron, die is ook op zijn oudere juf gevallen. Maar je hebt een... Zo oud ben ik niet, hè. Je hebt een jong leraarke gehad eigenlijk, ja. Allee. Ja. Goh, Carlien, en wat ga je nu doen? Wanneer gaat de date plaatsvinden? Ja, de Giro is even bezig natuurlijk. De Giro is nog even bezig, ik denk in juni of zo. Ja, iets gaan eten. Ja. Ja, het voordeel is ook in elk geval dat er geen druk op zit. Niemand weet ervan dat je met hem gaat daten. Het is allemaal zo heel onder de radar eigenlijk. Hè. Dat is dat voordeel. Onder de radar, voilà. Stel voor dat er nu spotlights op stonden. Dat zou, allee, jongens, Sven. Ja. Oh, maar Carlien, wel tof, hè? Allee, het is wel heel lief gedaan. Ja, het is wel... een lieve. Inderdaad. Ja. Inderdaad. Ja. Allee, vooruit. Veel succes ermee, zou ik zeggen. Dankjewel. Ja. Dankjewel. En hou ons toch een beetje op de hoogte. Oké. Okay, nu wil ik toch wel zo... Schrijf met een stift op je borstkas en trek de shirt open. En dan weten we. Ja, doei. Dag, Carlien.